Vandaag onze ervaringen met Garmin's nieuwe Forerunner 945 sporthorloge. Bij Hardware Info houden we ervan om producten grondig te testen. En dat hebben we zeker gedaan met Garmin's nieuwe Forerunner 945. Meer dan een half jaar zijn we er al mee aan de slag. Je hebt hem zelfs meegenomen op vakantie naar de bergen. Noem het al maar op. Meerdere runs meegedaan. Dus we kunnen wel stellen dat er inmiddels genoeg ervaring met het horloge is. Ja, het is de Forerunner 945. Je zei het, dat is de opvolger van de 935. Dat is eigenlijk het topmodel in een runningreeks. Het heet Forerunner, maar hij kan veel meer. Daar zullen we het straks over hebben. Garmin heeft twee reeksen, meerdere reeksen. Maar helemaal in de top heb je de Phoenix-model. Die zijn ook van metaal. Dat is en sporthorloge, maar mag er ook wat luxer en wat mooier uitzien. Ja, en dat is ook echt geënt op triatleten. Hier kun je ook triathlons mee doen. Maar de Phoenix, en dan zeker de nieuwe Phoenix 6 die er nu is, die heeft bijvoorbeeld nog een wat betere accuduur en in wat je al zegt, mooie metalen kast, maar is ook echt nog weer een hele klap duurder. En dit is al geen goedkoop horloge. Nee, want hier praten we over 600 euro. Maar zoals we eraan zien, dit is ook wel echt een horloge voor de serieuze sporter. Als je gaat hardlopen, wielrennen, noem het allemaal op. Het kan echt zo'n beetje alles wat klopt, veegt en zuigt. Het klopt, veegt en zuigt. Laat het zo maar noemen. Laten we even bij de hardware beginnen. Uiteraard zo'n translucent scherm, wat je ook gewoon in de zon goed af te lezen is. Misschien wel het meest interessante nieuwe hardware zit aan de onderkant. Ja, hun nieuwe Elevate V3 heart rate sensor, dus de hartslagmeter, de optische hartslagmeter die aan de onderkant zit, is overigens een hartslagmeter die we in alle nieuwe horloges van dit jaar bij Garmin terugvinden, ook in de goedkopere. En daarvan zeggen ze dus weer, en daar zullen we straks ook naar kijken, dat die weer wat beter is dan de voorgaande versies. En behalve hartslagmeting, want je ziet hier nu ook een rood ledje branden op deze foto, meet die ook het bloedzuurstofgehalte. Dus hoeveel zuurstof er in je bloed zit. En dat zegt wel iets over of je optimaal kan presteren. Met name als je naar hoogtes gaat. Dus als je, zoals ik, naar de Alpen gaat van de zomer. En dat zijn natuurlijk niet de enige sensors die erin zitten. Uiteraard zit er een GPS in. GPS, GLONASS, Galilei, alles wat je kan bedenken. En andere sensors, barometers, noem het allemaal maar op. Ja, eigenlijk alles wat je in een sporthorloge zou willen hebben zit er wel in. En een belangrijk dingetje nog even, ondersteuning voor Bluetooth en lokale opslag. En een van de dingen die je daarmee kunt doen is dat je een headset rechtstreeks met dit horloge kunt verbinden. Je kunt er Spotify playlist in laden. Je kunt dus gaan rennen met muziek zonder dat je je smartphone mee hoeft te nemen. Ja, en dat kan je zelfs best wel lang doen. Hè. Ze claimen zelf dat je 10 uur GPS en muziek via Bluetooth kan gebruiken. Nou, ik heb dat niet geprobeerd, maar je kan inderdaad makkelijk halve marathons van zeg maar anderhalf, twee uur lopen. Gaat prima, dan is er nog geen deuk in de accuduur geslagen. En sowieso is de accuduur van dit horloge wel erg goed. Want als we het daar even over hebben, gaat gemiddeld bij mijn gebruik met ongeveer een uur sporten per dag met GPS erbij, gaat hij een dag of 4-5 mee, afhankelijk van wat ik precies doe. Ja, dat is gewoon prima. De meeste slimme horloges komen daar absoluut niet aan. Ja, en om het stukje hardware even compleet te maken, een van de dingen die er ook in zit, is een NFC-chip. Ja. Daar heeft Garmin hun eigen betaalsysteem omheen gebouwd. Ik moet zeggen, toen ze daarmee begonnen, dacht ik van, oh jongens, waar gaan jullie aan beginnen? Hoe ga je dat ooit voor elkaar krijgen in samenwerkingen met banken? Maar dat is zowaar gelukt. En er zijn gewoon banken waarmee je daadwerkelijk kunt betalen met je Garmin horloge. Ja, sterker nog, we hadden hier vorig jaar mijn eigen horloge, de Forerunner 645, wat ik als referentiehorloge gebruik. Toen hadden we het erover. Toen zei ik ook dat Garmin Pay, ik geloof er eigenlijk niet zo erg in. Nou, ik ben het uiteindelijk gaan gebruiken. Nu ook op dit horloge. Ik gebruik het, dat ik zit bij de Rabobank, daar kan dat. Ja. En het is eigenlijk verrekte handig. Ik bedoel, wij hebben hier een HEMA beneden. Ik loop gewoon naar buiten zonder iets mee te nemen. Je betaalt gewoon makkelijk met je horloge. Ik bedoel, het zijn kleine dingetjes, maar het werkt en het werkt handig. Ja, het is dan grappig dat het Garmin wel is gelukt, maar dat Google met Google Pay en de Android Wear horloges moeten hier nog steeds van dromen. Precies. Garmin heeft eigenlijk ook al langer samenwerking met Firstbeat, een partij die echt zitten op dataverwerking. En samen met Firstbeat kunnen ze al die data die door die sensors wordt vergaard, kunnen ze de meest mooie analyses op loslaten. Nou, hier een lijstje van wat die allemaal doet. Voor de hand liggende dingen, zoals als je een race hebt, dat die voorspelt hoe lang je er eigenlijk over gaat doen. Maar er zitten ook wel echt de meest bizarre dingen tussen. Ja, en nieuwe, en we zullen het straks wat uitgebreid over hebben, zijn die heat en altitude acclimatization. Dus hoe ver je lichaam zich heeft aangepast aan als je naar hoogte gaat of als je naar warmere gebieden gaat. Want dat heeft invloed op je prestaties. Ja. Stress en recovery zit erin. Dus ze meten hoe gestrest je bent, hoe ver je lichaam weer herstelt. Dus hoe ver je de balans tussen rust en inspanning goed is. Ja, en je zegt al, er zijn meerdere fabrikanten die dit soort metrics bij Firstbeat afnemen. Maar Garmin zet wel zo'n beetje alle vinkjes van wat Firstbeat te bieden heeft. Je hebt het complete gamma af, zeg maar, van calorieën tot aan VO2 max tot bedenk het maar. Precies.
Nou, we gaan eens eventjes kijken hoe dat nou allemaal in de praktijk gaat. Dit is de app en ook daarvoor heb ik al eerder geconcludeerd. Dit doet Garmin echt perfect. Er zit zoveel in die app. Het is bijna een information overload. Ja, het begint hier met links zie je het homescreen en dan in het midden een klein beetje het homescreen naar beneden gescrollt. Je ziet je dag, je ziet de vorige dag, je ziet het totale van de hele week. En dan zowel qua slaap, qua voeding, qua sport. Alles, je kan overal weer op doorklikken om meer granulaire informatie te krijgen. Ja. En het leuke is dat er ook een soort gamification systeem in zit. Want je kunt dus badges, stickers verdienen door bepaalde dingen te doen. Als je de eerste keer 10 kilometer rent, krijg je een sticker. Je kreeg zelfs afgelopen maand, als je ging sporten met Halloween, krijg je een sticker. En het gaat zomaar door. Het klinkt heel suf, maar er zijn meerdere mensen hier op kantoor met Garmin-horloges. Ja, en ik merk het ook aan mezelf. Het werkt gewoon aanstekelijk. Iedereen doet zijn best om die badges binnen te halen. Klinkt onwijs suf, geef ik meteen toe. Het werkt. En wat ook wel aardig is, en daar klaag ik wel eens over als we het over Polar hebben, is als je bijvoorbeeld een nieuw record loopt op een afstand, je hebt bijvoorbeeld een nieuw 10 kilometer PR, dan zie je dat ook meteen op je horloge. En dat zijn gewoon wel echt leuke dingen om als een soort ondersteuning te krijgen. Dit hier rechts in beeld is nieuw, de body battery. En het is een grafiekje zoals we het vanaf de smartphone kennen van de batterij in je smartphone, namelijk gedurende de dag, hoe neemt die af? En als je hem opladen, hoe neemt het weer toe? Met al die slimme algoritmes en alle data die het horloge vergaart, berekenen ze een beetje hoeveel energie je nog hebt. En kun je dus ook een beetje aflezen van, nou, volgens mij is het nu tijd om een beetje rustig aan te gaan doen. Bijvoorbeeld als je echt oververmoeid raakt, over het algemeen merk je het wel in jezelf, maar als je bijvoorbeeld straks staat van de cafeïne omdat je heel veel koffie hebt gedronken, dan kan het dat maskeren. Ja. Dat is wel aardig. Ze kijken dus inderdaad naar je hartslag, naar hartslagvariaties, naar stress, wat ze ook op basis daarvan inschatten, naar de bewegingen die je doet uiteraard, want het is in de stappenteller in een bewegingssensor. En ik moet zeggen, over het algemeen klopt het vrij aardig. En je ziet dus ook als je bijvoorbeeld 's avonds rustig gaat zitten achter je pc, je doet even wat rustig, zie je batterij weer wat bijladen. Terwijl als je overdag op kantoor veel drukker bent, blijft die afnemen. Dus het klopt niet altijd. En wat je eraan hebt, ja, het is met name leuke data om achteraf te bekijken. Maar het is wel tof en het voor zover ik in kan zien, klopt het wel aardig. Ja. En dan een andere nieuwe functionaliteit, dankzij die nieuwe hartslagmeter, is dus die mogelijkheid om de hoeveelheid zuurstof in je bloed te meten. Laten we maar eens beginnen. Waarom zou je dat willen meten? Nou, omdat dat dus te maken heeft met hoeveel bloedzuurstof er naar je spieren verstuurd kan worden. Want die spieren hebben dat nodig om te kunnen werken. En het geeft dus aan dat als dat lager wordt, als dat afneemt, kan je dus minder goed presteren. En dit is met name echt voor elite-atleten interessant. Mensen die naar hoogte gaan en dan willen weten, is mijn lichaam al geacclimatiseerd aan die hoogte? Ze meten dus continu die zuurstofverzadiging in je bloed. En je ziet het hier, dus, je zei het al van de zomer, ik ben ermee naar de Alpen gegaan. Nou, het begon hier in Nederland op deze dag en ik eindigde op 950 meter inderdaad in de Franse Alpen. En dan zie je dat het inderdaad ietsjes afneemt. Het viel me eigenlijk heel erg tegen wat het afnam, als ik heel eerlijk ben. En op een dag ben ik naar 2,5 kilometer gaan klimmen, zag ik het nog ietsjes verder afnemen, maar het bleef altijd zo boven die 90% wat eigenlijk als goed wordt gezien. Ja, maar dat kan dus zomaar zijn dat bij andere mensen anders is. Precies. Nou, twee van de belangrijkste sporten die je mee kunt doen zijn hardlopen en wielrennen. Laten we die even allebei los bespreken. Sowieso misschien wel even aardig om te zeggen. De vorige keer dat we het hier in onze video's over een sporthorloge hadden, was een van de comments op YouTube. Hier ga ik toch niet naar zitten kijken. Twee van die kantoorgasten die helemaal niet weten wat sport is, die mij gaan vertellen wat voor horloge. Nou, deze screenshot is niet gefaked. Het is echt een halve marathon in 1,45. Ja, precies. Ik loop vrij veel de laatste tijd. En dit is een ding wat ik heb gelopen. En je ziet dus achteraf meteen ook al een kaartje van waar je hebt gelopen. Tijdens het lopen zie je uiteraard dingen als je huidige rondetijd, je huidige snelheid, je huidige pace. Je kan je hartslag zien als je de footpod gebruikt die ze ook leveren. Kan je dingen als je verticale oscillatie, dat soort dingen allemaal zien. En wat zeker voor races wel echt gewoon handig blijft, is dat hij ook tijdens het rennen, als je aangeeft dit wordt 10 kilometer of dit wordt 5 kilometer of voor mij een halve marathon, dat hij een schatting blijft geven van hoe snel je ongeveer gaat zijn. En dan houdt hij ook rekening mee met dat je langzamer of sneller gaat lopen. Waardoor je echt wel gewoon weet van ik moet nu even bijzetten om mijn PR nog te halen. Precies. En je kan dus ook zeg maar een virtual pace instellen. Dus gewoon een concurrent waar tegen je wil lopen als het ware. Waarbij je aangeeft zit je daarop voor of lig je daarop achter. Dat zijn dan op zich wel leuke dingen. Okay. En wat nieuw is, een van de nieuwe metrics bij dit horloge is dat je na een training dus ook ziet waar je training primair goed voor is geweest. Het hangt onder andere af van de duur en van je hartslag. En je ziet bijvoorbeeld hier en daar was met name goed voor het verhogen van je uithoudingsvermogen. Nou, dat zijn toch aardige dingen als je specifiek wil trainen, dat die ook aangeeft of dat dan inderdaad heeft geholpen. Ja, je ziet dus al heel veel dingen tijdens het rennen en vlak daarna op het horloge. Nou, als je dan uiteindelijk weer bij je smartphone in de buurt komt, is allemaal gesynchroniseerd. Nou, dan gaat natuurlijk helemaal een zee aan data voor je over. Ja, precies. Dan kan je voor een run, dit is een intervalrunnetje, dan zie je dus wat je hartslag doet, wat je tempo is geweest, wat je stapfrequentie is geweest. Al dat soort dingen kan je allemaal achteraf zien. Ja, dat is hardlopen, dan wielrennen.
Ja, want het heet Forerunner, maar eigenlijk is het stiekem ook gewoon een complete fietscomputer die je aan je pols hebt. Zeker als je hem koppelt aan bijvoorbeeld een cadanssensor en een powermeter, wat je ook van Garmin bijvoorbeeld kan kopen, maar ook van andere merken. We werken met N+, dus eigenlijk alle sensors die je kan bedenken, kan je er wel zo'n beetje mee koppelen. En hier zie je bijvoorbeeld tijdens een rit zie je de hoogte die bij je op zit, de afstand die je hebt gedaan, de stijging. Je ziet hier ook op het moment dat je een route inplant, want er zitten dus kaarten in, dan zie je dus ook wat er nog aan zit te komen qua hoogte. Dit was een mountainbike route die ik van de zomer heb gedaan. Je ziet, ik heb hier 28 kilometer afgelegd en ik moet nu nog gaan stijgen, nog 800 zoveel meter. Ja, en sowieso als je zo'n route erin zet, je kunt verder je fietscomputer thuis laten, want er zit zelfs gewoon turn-by-turn navigatie in. Turn-by-turn navigation zit erin en dat is dus ook handig op het moment dat je ergens bent en je wil naar huis. Dat je zegt van breng mij nu terug naar het beginpunt. Ik had het ook met een kaartje. En dit is wat ze noemen Climb Pro. Dat is een feature dat op het moment dat je dus een route hebt ingepland, want dat moet wel, dat die dan dus ook zegt oké, je komt nu op een klimmetje aan. In dit geval klim 2 van 3 van deze route. En dan vertelt hij precies hoe lang die nog duurt en wat het gemiddelde percentage is wat je moet gaan stijgen. Ja. Dus als je er even doorheen zit en denkt van komt er ooit een einde aan, hoef je alleen maar op je horloge te kijken en dan zie je ja, het einde komt eraan. Duidelijk. En wat ik al zei, dus ook dingen als powermeters. Je kan ook power data zien als je dat hebt. En het blijft niet bij rennen en wielrennen, er zijn profielen voor de meest bizarre andere sporten, sporten waar je er nooit van hebt gehoord. Een van de mooie dingen van het horloge is ook dat hij heel goed in staat is om daadwerkelijk zelf te herkennen waar je mee bezig bent. Ja, en dat is niet nieuw bij dit horloge, dat had die 645 van vorig jaar ook al, maar ik vind echt een toffe functie van Garmin die ik nog niet bij andere fabrikanten ben tegengekomen, is dat tijdens het fitnessen, dat hij herkent op basis van bewegingen welke oefeningen je aan het doen bent. Dus als je aan het bankdrukken bent, is dat uiteraard een andere beweging die je maakt dan wanneer je aan een bicep curl aan het doen bent of een schouderpress aan doen. En dat herkent hij. Je geeft dan aan het eind van elke set aan hoeveel gewicht het was. En aan het eind van je workout kreeg je dan keurig netjes te zien van oké, je hebt zoveel herhalingen gedaan, zoveel sets en dat was in totaal zoveel gewicht. En achteraf kun je het ook weer in de app zien van je hebt zoveel banken gedrukt en dan kan je over tijd dus ook weer bijhouden wat je progressie daarin is geweest. Ja. We gaan weer heel eventjes terug naar die sensors. In het begin zeiden we al, er zit een nieuwe GPS-chip in, een nieuwe chip van Sony. Er zijn andere reviewers, waaronder DC Rainmaker, waar we meteen zeggen, die hebben wij hoog zitten. Zeker, die maakt ontzettend goede reviews. Maar die zegt, deze chip is minder nauwkeurig dan wat men vroeger gebruikt. En eigenlijk is jouw ervaring precies het tegenovergestelde. Ja, precies andersom. Want die Sony-chip heeft als voornaamste voordeel dat hij gewoon een stuk energiezuinig is. Hè? Dus je kan langer met je GPS werken zonder dat je accu leegloopt. Ja, ik heb hier zowel die oudere 645, die nog de oude GPS-chip had als deze 945, zelfde run. Dus één aan mijn linkerpols en de andere aan mijn rechter. Ja, de 645 in blauw en de nieuwe in het rood. Precies. En dan door het centrum van Rotterdam, waar veel hogere gebouwen zijn, waar GPS-sensoren het gewoon moeilijk mee hebben. En je ziet hier in de uitvergrotingen dat ik op de 645 toch een aantal keren door gebouwen heen aan het lopen ben. Terwijl de 945 eigenlijk altijd gewoon het beter, zo niet bij het helemaal bij het complete juiste eind heeft. En dat is ook gewoon, ik heb hier letterlijk honderden workouts mee gedaan sinds halverwege dit jaar. Ja. Ik ben echt zeer te spreken over de GPS-functionaliteit van dit horloge. En dan die hartslagmeter, die is ook vernieuwd. Nu is het natuurlijk bekend dat van die hartslagmeters, van die optische hartslagmeters om je pols nooit verschrikkelijk nauwkeurig zijn. Wordt altijd gezegd, als je het echt wil weten, dan moet je zo'n band om. Ja, met elektrodes. Maar tegelijkertijd staan daar de ontwikkelingen niet stil en komen die optische sensors wel steeds dichterbij. Ja, en dat zien we de laatste tijd eigenlijk sowieso. Ook bij concurrenten, bijvoorbeeld bij Polar, die heeft dat inmiddels hartstikke goed. Nou, hier zien we inderdaad in het blauw een hartslagband die ik om mijn lichaam had tijdens een fietstochtje op de Utrechtse Heuvelrug. Dus met redelijk wat klimmen en dalen, dus wisselende hartslagbelasting. Ja. Je ziet eigenlijk dat op het begin na volgt hij hem heel erg goed. Het gaat soms ook wel eens fout, want als we de volgende slide kijken, dan zie je een mountainbike ritje waar ik ineens echt vol gas ben begonnen. Ja, dan gaat hij in het begin gewoon eventjes. En dat is ook wat je hoort. Als je hartslag redelijk stabiel is, bijvoorbeeld gewoon tijdens het hardlopen, dan doen die optische dingen het wel goed. Maar als het inderdaad gewoon heel erg omhoog en omlaag gaat, en bijvoorbeeld tijdens fitness, dan gaat het vaak lastig. Ja, hier zie je ook hier in het begin. Hier begint ineens de inspanning. En dan zie je dat de borstband, die pakt dat meteen goed op. En deze heeft gewoon eens even aan het zoeken. En dan heeft hij hem daarna ook wel. Ja. En blijft het goed gaan. Ja. En hier als laatste nog een vergelijking van de dam-tot-damloop die ik een tijdje geleden heb gedaan. Met aan de ene hand mijn Polar horloge en aan de andere kant de Garmin. Allebei met hun nieuwste generatie sensoren. Ja, en dan zie je eigenlijk dat op het begin na, waar Garmin hem iets eerder oppakt, dat er eigenlijk nauwelijks verschil in zit. Duidelijk. Dan nog eventjes de website die ze hebben. Want in de app kun je veel, op de website kun je helemaal los. Ja, en wat ook nog wel aardig is dat je dus over tijd, als je kijkt naar je vordering over tijd, dat je hier dus ook die hoogteacclimatisatie en warmteacclimatisatie, wat ze dus ook berekenen. Dus hoe ver is je lichaam aangepast aan hoogte, hadden we het net al over, en aan warmte. Ook dat is dus allemaal weer terug te zien. Ja, en rechts zie je dus ook weer diezelfde run van die dam-tot-damloop. Ontzettend veel informatie wat je eruit kan halen als je dat leuk vindt. En als je het leuk vindt, kan je het uiteraard ook weer allemaal doorsturen naar Strava of naar andere apps.
Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Ik denk dat dat wel een beetje de conclusie is. Ja, we zitten er ook inmiddels al, ik denk minimaal een kwartier, zullen niet langer over te praten. En ja, ik ben echt ontzettend enthousiast over dit horloge. Het kost heel veel geld. 600 euro is zo'n beetje duurder dan elke andere smartwatch die je kan vinden. En qua smartwatch functionaliteit, als we het daar dan over hebben, het is eigenlijk notificaties wat je erop kan krijgen. Veel meer is er niet voor. Er zijn wel wat apps, maar ik vind dat eigenlijk niet super fijn werken. Tegelijkertijd kun je ook wel zeggen, hardlopen is een beetje de goedkoopste hobby die je kunt hebben. Dan is 600 euro een keer uitgeven, moet ook wel weer te overzien zijn. Ja, en zeker ook als je multisport doet, want je kan hier dus ook triathlons mee doen, waar je dus van tevoren aangeeft, dit is een multisport activiteit en ik begin bijvoorbeeld met lopen en ik ga daarna fietsen en daarna zwemmen of elke andere volgorde van sporten die je wil. Ook dat kan dus allemaal met dit horloge. Dus ja, het switchen zijn zakmes en dan niet goedkoop, maar wel gewoon heel erg goed. Goed, en tot zover. En als jullie nog steeds vinden dat we, en dan vooral Erik, niet sportief is, dan lees het wel bij de comments. Dit was hem voor vandaag. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag met nieuwe video's. Wil je ons nooit missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.